Een warmteinstallatie met een ketel is niet altijd financieel haalbaar. Je kan er dan voor kiezen om je kast te verwarmen met behulp van hete luchtkachels. Holland Heater die maakt zulke hete luchtkachels en Hans Korneef gaat me daar vandaag alles over vertellen. Hans, kan je mij wat vertellen over Holland Heater? Ja, we zijn begonnen in 1976. Toen zijn we hier verderop in de Lier zijn we begonnen met in een oude schuur met het maken van CO2-kachels. En als je kijkt naar hete luchtkachels, ik heb begrepen dat dat nu in Nederland wat minder verkocht wordt, maar in het buitenland eigenlijk juist steeds meer. Ja, we leveren steeds meer kachels in het buitenland. Mexico, Israël, zelfs tot aan Australië toe leveren we kachels. In Nederland is het door schaalvergroting is dat wat minder geworden. Maar in andere landen, foliekassen zijn daar nog helemaal in trek. Foliekassen zijn wat dat betreft heel geschikt zeg maar, voor hete luchtkachels. Oké, want wanneer kiest een teler voor een hete luchtkachel? Als je kijkt zeg maar, naar bepaalde teelten, dan zijn hete luchtkachels betaalbaar. Ten opzichte van monoteelten bijvoorbeeld, waar gekozen wordt voor ketels en voor warmwatersystemen. We staan hier bij jullie in de productieruimte. Jullie maken het hele product in principe zelf. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, het is een product wat wij hier in de Lier maken. Het is een product wat vanaf platte plaatmateriaal hier binnenkomt. Hier wordt dat gezet, er wordt geponst, er komen gaten in. Vervolgens komt daar een verbrandingskamer komt daarin. Daar komt ook de gaskast komt daar op en er komt de elektrakast. De kast wordt opgebouwd en uiteindelijk is die klaar voor testen. Elke kachel die wordt bij ons getest en gaat ook getest de deur uit. Oer-Hollands product, om het zo maar te zeggen. Ja, het is echt een oer-Hollands product. Kunnen we misschien ook zo'n kachel in bedrijf zien? Ja, zeker. Oké, leuk. Gaan we doen. Nou, we staan hier bij een radijskweker in Schravenzande. Ja. Hier hangen onze kachels dus ook. Hier is geen buisverwarming en geen ketels. Zij gebruiken dus eigenlijk onze kachels zeg maar, voor verwarming. En ook voor CO2-dosering. We maken altijd een plan. En dat plan dat is een verwarmingsplan. Wij berekenen dat zeg maar, op basis van de oppervlakte, maar ook op de verwarmingsvraag. Ja. En dan uiteindelijk komen we tot een aantal kachels die we dan installeren.